Welkom bij deze eerste nieuwsbrief. Kleine overwinningen, die kosten soms heel veel energie. Maar ik ben wel blij dat ik hierbij een aantal resultaten kan laten zien van de afgelopen maanden dat we bezig zijn geweest met de stichting Hands to Help. Om concrete resultaten en concrete bemoediging te geven aan mensen die dat nodig hadden. Dus ik wens je heel veel plezier bij deze eerste nieuwsbrief van Hands to Help. Weinig te lezen, veel te kijken.